ze loopt niet helemaal lekker naar mijn idee. Is het misschien slim om naar een kliniek toe te gaan en dit op de foto te zetten? Hoi! Dat heb ik een maand niet gedaan, hè? Dus, Hoi, even kijken naar een nieuwe weekvlog. Ja, dat heb ik echt al een hele tijd niet gezegd. Ik heb een maand lang niet geüpload op dit YouTube-kanaal. De laatste video van 2018 heb ik verteld waarom ik even stopte met uploaden. Dat was gewoon puur omdat ik even vakantie wilde nemen. Maar nu ben ik weer terug en ga ik jullie weer meenemen deze week. Jammer genoeg regent het vandaag, want ik wil eigenlijk met Moos rijden. Dus ik denk dat ik met hem wat vrijstressuur ga doen. Dus ga ik hem heel even halen. Er gebeurde net iets, en dat heb ik dus niet op film, omdat ik mijn camera bij de paarden, bij het weiland niet bij had. Maar ik ging Noora wat eten geven, zodat ze rustig zou zijn als ik Moos dan meeneem. En zij rent naar Moos toe. En niet heel, ze rende niet snel, maar ze glijdt opeens uit. Ook niet hard. Dat is zo raar. En ik dacht nog wel even, zou ik Noora meenemen, want ze was een beetje onrustig. Maar nou stond ze wel weer goed toen ik... Deze vlog begint helemaal goed. Ik denk niet dat we naar de binnenbak gaan, want daar is iemand aan het rijden. En ik wil niet iemand storen. Dus ja, dat is een beetje nog. Ik weet niet zo goed wat we doen. Het valt ook niet mee vandaag. Wauw, zo. Nee, allemaal. Het valt niet mee vandaag met het weer. Eigenlijk alles. Dus ik hou het gewoon lekker kort. Ja, kom maar. Moetje, juist. Nee, niet. Moetje, ja. Moetje. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Tadaa. Deze is niet warm of zo. Ze is op deze kant gevallen. Dat zie je ook wel, dat is hier aan de zand. Ik zit even te twijfelen of ik met haar ga rijden, want ik mag dus weer met die, of van de dierenarts een beetje rustig met haar rijden. Het was mijn plan, ondanks dat ze nat is trouwens, want omdat ik maar zo weinig met haar mag doen, vind ik het niet zo erg als ze een beetje nat is of een beetje zand heeft. Dan de stappen voornamelijk, dus dan maakt het niet zoveel uit als ik er op zit. Aan de ene kant denk ik, nee, ze moet even rusten, maar aan de andere kant denk ik, ja, het is ook wel goed als ik er even op ga, want dan kan ik even voelen of ze anders loopt en of ze dus misschien pijn heeft. Dus ik denk dat ik het laatst ga doen. Nee. Ik wil even kort iets uitleggen. Ik heb echt het idee dat ik heel veel dingen weer moet uitleggen, omdat ik een maand lang gewoon niks op mijn kanaal heb geplaatst. En alsof ik gewoon weer dingetjes bij moet praten, dat sowieso trouwens. Maar ik ga Noora rijden zonder zadel, omdat ik het idee heb dat ze dat het fijnst vindt. Want ze reageert best wel heftig op het aanziemelen. Dus daarom rijd ik haar zonder zadel, maar ze is ook heel vies. Dus dan is het ook maar goed dat er geen zadel op ligt, want anders zou je ook heel vies worden. En ik rijd er bitmoos, omdat ik het idee heb dat ze dat ook fijn vindt. Dus dan weten jullie dat. Dan ga ik alleen even een... Witloos hoofdstel op. Ja, nou, ze loopt niet helemaal lekker naar mijn idee. Het kan zijn dat ze gewoon stijf is omdat ze net is uitgekleden. Ik denk, ik hoop dat dat het is, dat ze gewoon een beetje stijf is. Hoop ik niet uit stal lopen. Dus ik heb gewoon letterlijk 2 rondjes gedraagd. Ik voelde dat het niet oké was, dus ik ben afgestapt. En ik ga haar nou weer naar het weiland brengen, want ze mag voor mij wel naar buiten. Juist als ze stijf is, is het wel goed als ze nog wel een beetje beweegt. Ja, maar dan wel gewoon rustig. Gelukkig heb ik voor volgende week een afspraak gemaakt met de osteopaat. Dus dat komt eigenlijk echt precies goed uit.
dan zal ik het ook even aankaarten dat Noora is uitgegleden. En dan hoop ik dat ze Noora daarmee kan helpen. Want ik heb sowieso het idee dat ze niet helemaal lekker in mijn rug zit. Dus het komt allemaal goed, hoop ik. Het is vandaag dinsdag en oh, als ik denk aan gisteren, wat was dat een rommelig begin. Jeetje, oh, en Moos heeft echt zin om wat te doen. Hij loopt een beetje achter me aan. Ga lekker rijden zoals je ziet. En ik rij vandaag met zadel. En misschien is het jullie wel opgevallen dat ik de laatste tijd heel veel met barrackpad heb gereden. En waarom ik zoveel met barrackpad heb gereden is eigenlijk om twee redenen. Allereerst omdat ik dat gewoon heel fijn vind, omdat je gewoon... ja, close contact met je paard hebt. Zoals nu. Nee, je voelt gewoon heel goed wat er onder je gebeurt. En wat de tweede reden is, is dat ik eigenlijk mijn laarzen drie maanden lang heb moeten missen. Ik heb ze nu aan. Haha, weer voor het eerst. Ja, sinds lange tijd dus. En ik vind het eigenlijk niet zo fijn om zonder laarzen met een zadel te rijden. Dus ja, dan vind ik het fijner om gewoon met een barrackpad te rijden. Ik hoop dat wat ik zeg dat logisch klinkt. Ja, we gaan wat doen. Hij vindt het vervelend dat ik weer met mijn camera bezig ben. Oh, en ik wil nog heel even vertellen waarom ik in Mozesstaart een vlecht heb gedaan. Zo, ik laat even zien. Kijk, ik heb een vlecht in gedaan, want dan blijft het iets makkelijker schoon. En dit zou ik niet zo snel doen in de zomer, want ja, in de zomer zijn er vliegen. Dan moet hij gewoon goed kunnen meppen om zich heen. En met zo'n dikke vlecht is dat niet zo fijn, lijkt mij. Maar ja, nu zijn er toch geen vliegen. Dus nu heb ik het gewoon even een vlechtje gedaan. Ik ben nu met Moos aan het... Oh, ik wilde zeggen instappen, maar hij gaat even zijn been krabben. Maar ik wilde iets aan jullie vertellen. En dat is dat nu op de hele Hoefwijzer-collectie, de hele wintercollectie, ik moet wel goed zeggen, op de hele wintercollectie van Hoefwijzer, is nu 20%. En dat is een blijvende korting totdat alles op is. En het is ook echt op is op. Dus... ja, ik rijd nu dan toevallig met een dekje van mijn wintercollectie. En als die op is, dan wordt die niet meer bijgemaakt. Dat geldt ook voor de truien, voor de halsters, voor de paardrijbroeken. Even denken, wat heb ik nog meer? De petten. Volgens mij is dat het allemaal wel van mijn wintercollectie. En ja, daar is nou gewoon 20% korting op. En op is op. Dus als ik jullie was, zou ik zeker even bij mijn spullen kijken op Agadi. Ja, er staat gewoon een link in de beschrijving. Maar het komt anders ook even in beeld hoe je er makkelijk naartoe gaat. En ja, ik ben heel blij met mijn dekje. Ik heb er gelukkig nog één voordat ze allemaal op zijn. Dus dit is even het belangrijke wat ik wilde melden. Dan ga ik nu gewoon dressuren met Moos. En ik wil eigenlijk met hem gaan oefenen dat ik alleen met hem op buitenrit kan. En hij vindt op buitenrit gaan superleuk, maar iets te leuk, waardoor die heel sterk wordt. En vaak als ik hem eerst even losgooi of eerst met hem heb gereden, dan is hij buiten een heel stuk fijner, veel relaxter. Dus ik wil gewoon heel even met hem dressuren. En dan ga ik kijken of ik met hem buiten kan uitstappen. Daar gaan we dan. Kom mee. Gaan we hier links. Kom, want daar is het bos. Goed zo. Even weer lekker naar buiten, want we hebben al een tijd niet meer gedaan. Ook weer omdat ik mijn barrackpad liever niet buiten rijd. Want dan heb ik ook weer net iets minder ja, vastheid of zo. Mijn beugels hebben tijdens het buitenrijden is toch wel lekker. Oh, ik hoop echt zo erg dat ik met Moos in 2019 gewoon in mijn eentje met hem buitenritjes kan maken. Oh, ik ben echt zo trots op Moos. Het is misschien 2 minuten later van wat ik net heb gefilmd, maar hij voelt gewoon super fijn aan. Dit zou wel echt ideaal zijn als we dit gewoon elke keer kunnen doen en dat we gereden hebben in de bak. Is ook wel goed voor zijn koppie. Dat hij niet alleen maar rondjes loopt in de bak, maar ook gewoon lekker buiten komt. Jee, vandaag heb ik de bak voor mezelf. En ik ga een sprongetje maken met Moos, dus jullie gaan het zien. Om het beeld een beetje interessanter te maken, zal ik er wat over vertellen en wat ik aan het doen ben. En ik wil er even bij zeggen dat ik geen professionele springruiter ben of zo. Ik ben natuurlijk een jaar geleden heel hard gevallen met Moos. Dus ik wilde deze keer gewoon heel erg werken aan het vertrouwen in Moos. En gewoon kijken bij welke hoogte ik me fijn zou voelen en hoe ver ik daarmee zou kunnen gaan. En je zag me net dus voor de eerste keer over het sprongetje heen gaan. Ik begin eigenlijk altijd meteen met een laag kruisje als ik in mijn eentje ben. Want anders is het gewoon te veel moeite om steeds af te stappen en balkjes neer te leggen en dan er weer een kruisje van te maken. En het is dan gewoon handiger om dat te doen, balkjes dragen en zo, als iemand anders bij is.
Moos trok echt super fijn aan naar de sprong toe. Hij ging zelf al een beetje uitrekenen hoe kom ik nou goed uit. En hij ging ook vanzelf uit galop. En dat vind ik zelf wel fijn, omdat we dus een beetje kwakkelen met de galop. En ik daardoor liever niet vanuit de galop met hem spring. Vond ik het fijn dat hij vanzelf al dat deed. Alleen je ziet wel, als wij dan linksom over de sprong heen gaan, dan zie je hem, als we rechtuit gaan, dat we niet helemaal recht gaan. Hier ga je het zien. We wijken een beetje naar rechts, maar ik kreeg hem helaas niet rechtdoor, maar dat maakte me op dat moment niet uit. Het ging voor mij vooral erom dat ik vertrouwen had in Moos, maar dat ik zelf ook goed naar achteren bleef zitten voor de sprong en dat ik niet te veel met mijn handen op hem zou steunen. Ja, wat moet ik zeggen? Ik ben heel trots op Moos. Dat sowieso, hij heeft het harde werk gedaan. Hij heeft het opgelost als we niet helemaal lekker uitkwamen. Hij heeft geen balk omgegooid, hij heeft niet geweigerd. Ik heb ook nooit gevoeld dat hij er langs wilde of zo. Had er echt zin in. Maar ik ben ook trots op mezelf. Ik zie me even in de spiegel. Ja, ik ben echt zo trots. En we hadden gewoon echt even de smaak goed te pakken. Dus toen dacht ik, oké, nou gewoon even doorspringen. Steeds een gaatje of twee gaatjes omhoog doen. Gewoon even doorknallen. En Moos deed het zo goed. Op dit soort momenten wil ik het springen echt weer doorpakken. En denk ik ook echt dat we gewoon beter kunnen gaan springen weer of zo. Ik weet niet, dat we echt een parcoursje kunnen gaan springen ooit. En conclusie, ik ben blij. Eigenlijk als ik nu naar die sprong kijk, denk ik van ja, dat valt toch hartstikke erg mee. Maar tijdens het springen voelde het net echt als heel hoog. En Moos, maar we komen er wel. En we gaan denk ik weer buiten uitstappen. Dus we gaan even naar buiten. Gisteravond heeft het gesneeuwd. Dus er ligt nu een klein laag sneeuw en mijn paarden staan gelukkig buiten. Oh ja, en daar wil ik iets over zeggen over mijn paarden. Ik heb ooit al eens de reactie gekregen dat iemand het irritant of vervelend vond dat ik soms mijn paarden zeg. Omdat, ik weet ook niet waarom, omdat ik dat vaak zeg, denk ik. En laatst kreeg ik weer zo'n reactie en toen stond erbij, ja, je doet alsof je 5 paarden hebt en dat heb je helemaal niet. Ik weet zelf niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ja, mijn paarden, dat is toch gewoon normaal? Anders moet ik steeds Noora en Moos zeggen. En Noora en Moos is langer dan mijn paarden. En misschien krijg ik dan wel weer reacties dat mensen het irritant vinden dat ik steeds Noora en Moos zeg. Ik weet het ook niet. Toen alleen Moos hier nog stond, of toen ik alleen Noora nog had, zei ik denk ik toch ook wel eens mijn pony of mijn paard. En nu heb ik er dan 2 op dezelfde plek en dan zeg ik soms gewoon het in meervoud. Mij lijkt dat persoonlijk niet zo gek. Maar als jullie het echt vervelend vinden, moet je maar gewoon reageren. Even vertellen. Dan zou ik er een beetje op letten. Dan zou ik wel vaker Noora en Moos zeggen of iets anders wat jullie willen. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, zo erg is het toch niet? Maar goed, mijn paarden, oh nu zeg ik het weer. Noora en Moos, die hebben vandaag gewoon lekker rustdagje. Noora natuurlijk sowieso even een weekje rust, dat de osteopaat is. En Moos, die heeft nu al 2 dagen achter elkaar hard gewerkt. Dus het is goed zo. En dan ga ik zo naar huis toe om thuis video's te editen en dat soort dingen te doen. Moos, laat hem met rust. Moos, laat hem met rust. Moosje, Moos. Moos, alsjeblieft. Oh, Moos. Oh. Ja, nou wordt ze boos. Ja, oh, dat viel nog mee. Oh, ja. Ja, het heeft vannacht weer een beetje gesneeuwd. Ik heb de paarden zelf buiten gezet, omdat ze niet altijd met de sneeuw buiten worden gezet. Maar ze worden dan als het goed is wel voor mij binnengehaald. Heel misschien kom ik vanmiddag weer terug, omdat ik al een hele lange tijd een video wil opnemen. En dat is een video dat gaat over zomer versus winter. En dan
in de paarden, zeg maar. En in de zomer heb ik het zomergedeelte opgenomen. En nu wil ik het wintergedeelte opnemen. Want ja, kijk, er ligt sneeuw en dat laat het alleen maar nog winterser eruit zien. En dat leek me gewoon heel leuk. En alleen, ja, ik heb steeds net niet iemand die voor mij kan filmen wanneer het gesneeuwd heeft. Nu wil mijn zus vanmiddag wel helpen met filmen. Alleen het wordt wel 3 graden vanmiddag, dus ik weet niet of er dan nog sneeuw ligt. Ik ga nu de stallen even doen, dan ga ik weer naar huis toe. En dan misschien kom ik vanmiddag weer terug. Goed zo, Moos. Kom maar, we checken. Wat is de winter? Goed zo, Moos. Ik ga kijken. Ja, ja, Moos. Juist. Oh, oh, mooi. Heel mooi. Maar het wordt wel iets warmer. Het blijft moeilijk. Ik heb dat op beeld. Nou, laat ik maar iets op. Nee, wat is even opnieuw. Ja. Nou, laat ik maar eens Oh, volgens mij stond ik net op een bevroren drol. Ik ben even Noora en mijn varken aan het uitlaten. En we staan nu even naast mijn trailer. Jee, waar ik echt nog steeds super blij mee ben. Ik hoop dat ik komende maanden weer wat vaker op shows kan. En vaker iets met trailer kan doen. En hier zijn we gewoon even, of ben ik met mijn paarden, Noora en Moos, aan het grazen. En moet je eens nagaan hoe vies Moos een deken zou maken als hij dit al met zichzelf doet. En ik heb wel eens vaker de tip gekregen om een deken bij mijn paarden op te leggen. Want dan krijg je niet dit. Maar... ja, ze hebben alle twee een hele goede wintervacht. Dus ik zie eigenlijk geen reden om een deken op te doen. En ik vind het echt niet erg om een dagje niet te rijden met Moos als hij vies is. Want vandaag zijn ze gewoon lekker aan het grazen. Doen we gewoon dit. En dit vinden zij ook helemaal niet erg. En morgen wordt het droog en dan kunnen we wel gewoon rijden. Het is vandaag alweer de laatste dag van de weekvlog. En ik heb me een beetje in zitten houden met het filmen van gisteren en eergisteren. Omdat ik bang was dat alles mijn weekvlog veel te lang zou worden. Maar vandaag moet ik toch jullie weer bijpraten over heel veel dingen. Zoals Gamewijzer, over de gezondheid van mijn paarden. Want het zit niet helemaal lekker. En dan vertel ik ook even wat ik volgende week allemaal ga filmen en doen. Maar laat ik beginnen over Gamewijzer. En het is wel handig als ik dat hier film. Want er is een nieuwe game uitgekomen die ik heel graag wil gaan proberen. Ik zal hem even bijpakken. Dat is deze game. My Little Riding Champion. En deze is voor de Nintendo Switch. Maar ook nog voor de Xbox One en de PlayStation 4. En ik heb dus in 2018 zelf een Nintendo Switch gekocht. Dus ik ga deze game sowieso uitproberen. En als ik weet hoe ik met mijn Nintendo Switch moet opnemen, dan ga ik deze waarschijnlijk ook gewoon op mijn kanaal spelen. Ja, samen met jullie kijken hoe leuk deze game is. En de achterkant ziet er al best wel veelbelovend uit. Want er staat verken de wereld, kies je paard, train voor wedstrijden en verander je stijl. Dus je kan je eigen kleding uitkiezen, je eigen paard uitkiezen, buitenrijden en springen en dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd. En ik heb deze game dus gekregen. En ik mag er een hele gave winactie mee houden. Ik mag deze weggeven via mijn Instagram. Dus je moet even op mijn Instagram gaan volgen. Want ik weet nog niet precies wanneer deze winactie online komt. Maar binnenkort. Maar dan kan je dus kans maken op de Nintendo Switch versie. Of die voor de PlayStation 4. En hij is dus ook verkrijgbaar voor Xbox One via bol.com en zo. En ja, ik ben echt heel benieuwd naar deze game. Ik heb er al wel wat toffe dingen over gezien. Maar hij is nog erg nieuw. Dus zoveel was er nog niet te vinden over de game. Dus het wordt heel spannend. Maar ik ga deze zeker proberen in dit jaar. En als ik erachter kom hoe ik kan opnemen met een Nintendo Switch, ga ik deze game zeker opnemen voor jullie. Dan heb ik ook weer iets anders dan gewoon Star Stable. Daar komen trouwens ook weer video's van aan. Want daar heb ik ook heel veel vragen over gekregen. Maar waar ik ook veel vragen over heb gekregen, dat moet ik even erbij pakken. Ja, die gaan over de buideltasjes. Ik krijg echt dagelijks, minimaal 5 vragen wel over de buideltasjes. Dat mensen zeggen, oh, ik kan ze niet meer vinden. Zijn ze nog verkrijgbaar? Nou, ze zijn dus uitverkocht. En deze is van mij. Deze gebruik ik gewoon dagelijks. Hij is een beetje vies, dus daar moet je maar even niet op letten. Maar we gaan dus met weer een buideltasje uitkomen. En ik ben nu bezig met de schetsen. Want ik heb dus dit ontwerp gewoon zelf gemaakt. Zelf verzonnen. En hij slaat dus op Unicorn Moos. Zo neem ik hem wel eens mee naar evenementen met van die gekleurde manen. En ik dacht, misschien is het wel leuk als ik met de Noora-versie kom. Dus ik ben nu bezig met de eerste schets.
Hij is nog heel lelijk, maar ik denk dat ik hem wel aan jullie ga laten zien. Hij is wel echt heel lelijk op dit moment. Maar ik ben gewoon even aan het kijken wat mooi is en wat niet. Dus hier komt hij. Dit is dus niet het uiteindelijke resultaat. Maar dit is gewoon voor mij om te kijken hoe wil ik die manen hebben. Welke kleuren wil ik gebruiken. En daarom is het gewoon nog echt heel lelijk. Maar ja, binnenkort komen dus de nieuwe buideltasjes uit. En dat zal ik natuurlijk ook gewoon melden op mijn Instagram, Facebook. Ook op mijn YouTube kanaal. En ik ga dus, ja, ik ga zo meteen naar stal toe. Maar ik ben dus nu gewoon even aan het kijken wat vind ik mooi. En dan stuur ik het door naar Agradi. En dan gaan we samen nog even overleggen. En dan eventueel komen zij ook nog met ideetjes of een paar aanpassingen. En dan komen de nieuwe buideltasjes eraan. En dan gaan we lekker naar stal toe. En daar zal ik ook even vertellen over de gezondheid van mijn paarden. Want dat gaat mooi. Maar ja, dat zien jullie zo. Ik en Moos zijn nu buiten in een bos aan het uitstappen. Want ja, we hebben dus al dressuur gereden. Alleen er waren ja, drie andere mensen ook in de bak aan het rijden. En dan ga ik natuurlijk niet zomaar filmen of zo. Dat vind ik een beetje onbeleefd. En ja, ik wil dit. Dat heb ik eigenlijk in het begin van de week gedaan. Ook gewoon steeds dit doen. Uitstappen in het bos. Dat gewoon echt als een routine maken. En Moos doet echt goed. Tot nu toe. Ik moet niet te vroeg juichen, want dan gaat het meestal wel mis. Zojuist heb ik de waterbakken van Moos en Noora weer helemaal schoongemaakt en bijgevuld. En ik ga nu even naar ze toe. Ik zal uitleggen wat er nou is met hun gezondheid. Noora die is dan dus uitgereden maandag. Echt super stom. Morgen komt de osteopaat. Die komt dus vooral kijken naar Noora. Maar ik ga ook even iets vragen over Moos. En ik zal beginnen met dat Moos een paar weken geleden. Misschien 1, 2 of zo. Toen at Moos opeens de verse mest van Noora. En dat is geen goed teken. Het is niet extreem ernstig of zo. Maar het is wel iets waarvan je moet denken. Oh, daar moet ik even op letten en iets mee doen. Als een heel jong veulentje dat bij de mest van zijn moeder doet. Dus hij eet dat op. Dat is echt heel vies. Maar dan is het niet zo erg. Want dat is dan weer goed voor het veulen en zijn darmen en dat, ja, dat darmsysteem. Maar bij volwassen paarden, en Moos loopt lekker weg, is dat geen goed teken. En dat betekent dat het paard vitamines mist. En vaak ja, mineralen. Dus ik voer nu Moos zeewier bij. En ik heb het hem niet meer zien doen. Maar daar zat ik dus eventjes mee dat ik... Ja, dat hij dat aan het doen was, is gewoon niet goed. Maar wat hij ook heeft, en daarvoor moet ik echt even naar hem toe. Dit heeft hij al sinds ik hem heb. Daarvoor had hij het al. Hij heeft namelijk een soort van karperrug. Het zit hier. Ja, dat is gewoon dat die wervels daar niet helemaal lekker zitten. Ik heb het ook al eens bij in mijn video's van de osteopaat laten zien volgens mij. Hij zit hier gewoon niet helemaal lekker. Er zit een klein bobbeltje in. En hij kan dus de linkergalop niet. Ik dacht in het begin dat hij die gewoon heel moeilijk vond en dat hij gewoon eigenwijs was en het daarom niet deed. Maar ik ben nu een jaar verder met hem. Hij is echt wel sterker geworden. En ik merk nu gewoon dat hij het bijna niet kan, de linkergalop. Laatst sprong hij wel per ongeluk aan in de linkergalop. En dan rijd ik een rondje met hem en ik voel zoveel weerstand in zijn lichaam. Hij is heel sterk aan links en hij kan amper buigen. En ik heb dus een vermoeden dat dit stukje... Dat hij niet hier helemaal lekker in zijn rug zit. Dat dat te maken heeft met die linkergalop. En een jaar geleden had ik die connectie nog niet gemaakt. Maar had ik al wel aan mijn dierenarts, osteopaat en zadelmaker gevraagd. Hoe ik hier nou mee om zou moeten gaan. Of dit erg is en dat soort dingen. En alle drie kwamen een beetje uit van ja, het is niet erg. Hij heeft er geen last van. En daarom heb ik er ook niks mee gedaan tot nu toe. Maar nu heb ik wel het idee dat door dit stuk... Dat hij gewoon bepaalde dingen niet kan of heel moeilijk kan, zoals dus de linkergalop. En ik had dus met mijn instructrice, waar ik een tijd les van heb gehad met Moos, had ik het ook met haar over die linkergalop. En ze zei, ja, hij mist gewoon kracht. Dus je moet gewoon even een jaartje lekker aan die draf werken, dat hij daar sterk in is. En daarna moet je de galop pas meepakken. Ja, ik ben nu dus een jaar verder en hij is echt een stuk sterker geworden. Dus ik heb nu zo van, ja, die galop zou er nu al wel in moeten zitten. Want die rechte galop, die zit steeds en steeds lekkerder. Dus, morgen komt de osteopaat langs, dan ga ik het weer even vragen. Die dag daarna komt de tandarts en de hoefsmids. En donderdag, volgens mij... Nou ja, binnenkort komt de dierenarts ook. En dan, die komt eigenlijk weer voor Noora om haar pees te checken. En dat vind ik heel fijn. Nu zeker, nu is ze uitgeleden. Maar dan ga ik ook weer even hier naar vragen. En gewoon voorleggen van ja, kijk, die galop zit er gewoon niet in. Is het misschien slim om naar een kliniek toe te gaan en dit op de foto te zetten?
en daar meer achter te gaan zoeken. Want ik heb een tijdje geleden ook een artikel gelezen. En het ging dus over de karperrug van een paard. En er stond bij, nou ja, het maakt niet zo heel veel uit als een paard een karperrug heeft. Daar kunnen ze prima mee leven. Maar als ze problemen hebben met ting, ting, ting. Waaronder niet goed kunnen galopperen. Dan moet je wel verder zoeken, zeg maar. Dan zit er wel iets niet goed. Dus mijn plan is om eerst even met mijn osteopaat en dierenarts weer erover te hebben. En dan eventueel met Moos naar de kliniek toe gaan. Om daar te onderzoeken wat hier nou gaande is. Oh, dan nog één ding over Noora. Dan ben ik klaar. Maar dit is wel even iets wat ik met jullie moest bespreken allemaal. Noora was een tijdje weer hengstig. Echt heel kort. Ik heb het, ze was 2 dagen weer even hengstig dat ik zag. En zij heeft toen haar staart aan de onderkant een beetje open zitten schuren. Dat heeft ze vroeger al wel eens eerder gedaan. Daar heb ik toen ook de dierenarts voor laten langskomen. Dat moest ik toen wassen met betandine. En nu zal ik het ook even laten zien. Het is nu minder dan toen, want toen was het echt extreem. Noor houdt lekker de staart omhoog. Misschien dat je het dan kan zien. Oh, kijk, er begint al nieuwe huid te komen. Zat het hier een beetje open geschuurd. Maar het ziet er nu goed uit. Want ik kwam er dus achter toen het min 1 of 2 graden was. En toen alles dus bevroren was. En ik niet haar staart kon wassen. Dus ik heb het gewoon heel even in de gaten gehouden. Het is nu gelukkig minder. En zoals je ziet, er komt nu een nieuwe huid op. En nu laat ik het ook met rust. Want het heeft zichzelf hersteld. Ik moet het nou niet allemaal weer gaan verstoren. Behalve als het natuurlijk weer erger wordt. Maar dat ga ik ook weer bespreken met de dierenarts. Jij gaat ook lekker naar de tandarts en de hoefsmid. En ze krijgen volgende week gewoon even een hele behandeling. Dat jullie weer helemaal gecheckt zijn. Helemaal weer lekker in jullie vel zitten. En ik zit nog te twijfelen of ik alles apart ga filmen. Of van alles gewoon alles in 1 weekvlog stop. Ik weet het niet. Jullie gaan het zien. Je mag het in de reacties achterlaten. Want dan ben ik al de weekvlog aan het opnemen. En dan kan ik daar nog op inspelen. Dan ben ik bijna klaar. Ik moet zo de paarden binnenzetten. Noora en Moos binnenzetten. En dan ga ik naar huis toe. Ja, ik ben thuis. En ik ga nu deze video editen. In de hoop dat die morgen online komt. Of overmorgen. Maar ik ga voor morgen. Dus ik ben benieuwd of mij dat gaat lukken. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar weer mijn eerste video van 2019. Naar mijn idee was deze video een beetje van alles wat. Een beetje rommelig misschien. Nou, niet eens echt van alles wat. Want ik ben vooral op stal geweest met mijn camera. Maar ik weet niet. Ik ben gewoon benieuwd. Ik moet even weer inkomen. Volgende week heb ik weer heel veel op de planning staan. Dat heb ik al verteld. Dat was het eigenlijk. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Doei doei!